hoe moeilijk is het om een hele week voor kinderen te organiseren en gezelligheid en veiligheid hand in hand te laten gaan? Ja, moeilijk. We beginnen in september. Dan is de Huttenweek afgelopen. Dan beginnen we met een evaluatie. En dan beginnen we al te denken van wat gaan we volgend jaar weer doen. Gelukkig heb ik een hele grote groep vrijwilligers. Zeker een stuk of 15 echte vaste kern. Die ook alle activiteiten van tevoren plannen. Die zorgen dat alles wat er nu staat er ook daadwerkelijk is op het moment dat de Huttenweek begint. Hoe hoog mogen de hutten worden? Nou, ze mogen in principe één verdieping erop en dan mag je nog wel een platje hebben waar je op staat. Maar er zijn er alweer die aan het smokkelen zijn, heb ik al gezien. Dus er wordt wel aardig goed op gecontroleerd. Waar moet een goede hut aan voldoen? Pallets, steunbalken en een dak. We hebben ook sinds 2 jaar echt een team rondlopen. Dat zijn 3 man. Die gaan echt de stevigheid van de hutten controleren. En op het moment dat ze pas een bouwvergunning hebben afgegeven, dan mag er pas hoger gebouwd worden. En jullie organiseren ook een heleboel nevenactiviteiten. Kan je een paar opnoemen? We hebben een mooie circus net neergezet. Ja, die prijkt ook boven alle hutten uit. En daar hebben we vandaag bijvoorbeeld een clown in gehad. En dan komen die kinderen op de televisie. Ook. Wie wil op tv? Eigenlijk was de bedoeling dat er ook wat andere activiteiten waren. Maar het is zulk mooi weer dat we alle activiteiten naar buiten hebben gedaan. Er is ook heel veel water bij. We hebben een levend zeeslag hebben we gemaakt. Dat is een groot doek. En dan aan de ene kant gaat er een team zitten en aan de andere kant. En dan ook met het roepen van nummers. En dan kunnen ze van elkaar winnen. Er is iemand bezig met hele grote ballonnen. Luchtbellen, zeebellen te blazen. Een touwtje met stokjes eraan. Het grootste spektakel die staat bij het water. Dat is een enorme glijbaan die door wat vrijwilligers is gebouwd. Daar gaat wat groene zeep over. En dan gooi je water over en die kinderen die gaan er vanaf. We zijn vuilnis aan het opruimen. En dan kunnen we munten mee verdienen en daar kunnen we prijzen mee winnen. Dat doen jullie goed? Ja, we hebben al 4 zakken vol. Uiteindelijk krijgt er 1 hut krijgt de hoofdprijs. Ja, en eigenlijk zorgt dat er een beetje voor ons voor dat wij niet de hele dag het veld op hoeven te ruimen. En is deze week officieel geopend? Ja, ja, we hebben een circusdirecteur en 2 clowns. En daarbij is de wethouder die heeft officieel de opening verricht. Judy Kloosterman die heeft de vlag in top gehangen. En vervolgens zijn er 2 clowns al rollend door een poort van papier gekomen. En toen was de Huttenweek geopend. Deze hut heb jij met deze jongens gemaakt? Ja. Jullie zijn met z'n 3? Nee, we zijn met z'n 8. Jullie hebben allemaal zo'n mooi geel t-shirt aan. Waar is dat voor? Voor de sponsors die ons helpen om hout te verzamelen. En ook een armbandje ook voor de sponsors? Nee, dat is dat je bij de Huttenweek hoort. Kinderen, 350 kinderen stormen het veld op, bang dat ze tekort hout hebben. Dat is altijd weer, ze staan te popelen om te beginnen. En als eenmaal de Huttenweek geopend is, ja, dan is het echt een getimmer en dan is iedereen weer heerlijk bezig. En jullie hebben ook een officiële afsluiting? Onze officiële afsluiting is de slaapnacht. Dus van donderdag op vrijdagnacht mogen de kinderen blijven slapen. Ja, als het weer het toelaat, nou, de afgelopen 3 jaar hebben we heel veel pech gehad met regen, maar het ziet er dit jaar goed uit. En heb je al op je duim geslagen? Ja, een paar keer. En? Dat deed best wel veel pijn. Het lijkt droog te blijven en het lijkt mooi weer te worden de donderdagnacht. Dus het slapen, dat kan bijna niet mis of dat gaat door. Maar we gaan niet echt slapen meer, maar we gaan gewoon chillen. Ja. Een beetje chillen, keten in de hut. Ja. Nee, de vooruitzichten zijn prima. En wat doen jullie met het hout wat overblijft na de Huttenweek? Nou, 1 keer in de 5 jaar, dus niet dit jaar, krijgen we de toestemming om het een keertje in de brand te steken. Het vergt natuurlijk heel veel activiteit van brandweer en milieudienst, die moeten het ermee eens zijn. Maar vooral de veiligheid van de molens, die moeten worden gewaarborgd. Dus de brandweer is dan al overdag al bezig om te zorgen dat er watergordijnen worden aangelegd. Maar dit jaar helaas niet, dus dan wordt alles netjes op stapels neergezet. En dat wordt afgevoerd naar de afvalcentrale in Alkmaar.